Hier bij mij aangeschoven in de gezellige zit in de Nieuwe Kerk in Middelburg is inmiddels Frans Wekers, adjudant-secretaris-generaal van de Benelux-Unie. En zeker wil ik het gaan hebben over de rol die de Benelux in deze zou kunnen spelen, de Benelux-Unie. Maar even, u bent zelf ook grensbewoner, hè? Absoluut. Ja, hoeveel kilometer van de grens? Fietsafstand. Elke zondag ga ik met de mountainbike of met de racefiets de grens over. En heeft ook ergens een blok zien liggen in de afgelopen... Jazeker. Ik ben dik anderhalf jaar geleden... ben ik overgestapt van mijn vorige functie in Londen naar Brussel. En in het weekend was ik thuis in Weert, in Nederland. En ik zou op maandag 15 maart beginnen. Maar toen stonden de roadblocks op straat. Dus ik kon de grens niet over. Bleef thuis. Thuis werken. Zo is dat. Ja, geforceerd. We gaan het hebben over de Benelux en de mogelijkheden die de Benelux al wellicht voor ons in petto heeft. Maar ik stel voor dat wij eerst even met elkaar gaan kijken naar een boodschap van de demissionair staatssecretaris Raymond Knops. Wij weten dat hij wordt echt gekenmerkt eigenlijk door zijn niet aflatende inzet om die grensproblematiek werkelijk aan te pakken. Maar het is ook de staatssecretaris, demissionair staatssecretaris moet ik zeggen, die misschien wel als geen ander weet hoe taai dit onderwerp is. Hij was niet in de gelegenheid om vanmiddag hier bij ons te zijn op deze jaarconferentie van Item, maar hij sprak de volgende boodschap in, dus laten we even samen kijken en luisteren. Goedemiddag allemaal. Ik kom u zo aan het slot van uw bijeenkomst goed en slecht nieuws brengen. Normaal gesproken vraag je dan, wil je eerst het goede nieuws of eerst het slechte nieuws horen? Maar met een videoboodschap wordt dat toch een beetje ingewikkeld, dus ik maak die keuze zelf maar. Ik ga beginnen met het goede nieuws. En het goede nieuws is dat er de afgelopen jaren ontzettend veel is gebeurd op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. En ik denk dat wij daar allen als pleitbezorgers van dit thema heel trots op mogen zijn. Er is ontzettend veel werk gemaakt van grensoverschrijdende samenwerking. Van allerlei initiatieven op cultureel gebied. Van het vergemakkelijken van grensoverschrijdende stages en opleidingen. En van grensoverschrijdende infrastructuur. En dat is ook te zien bij u in Zeeland. Ik ben vaak in uw provincie op werkbezoek geweest, meermaals ook in het North Sea Port District. En overheden en bedrijven werken daar op basis van een ambitieuze inhoudelijke agenda samen. Binnenkort krijgt deze samenwerking zelfs een formele juridische basis in de vorm van een BGTS. En dat staat voor een Benelux Groepering Territoriale Samenwerking. Daarnaast zijn dankzij investeringen vanuit de regio envelop in alle grensregio's veel grensoverschrijdende initiatieven financieel mogelijk gemaakt. Zoals in Zeeuws-Vlaanderen de ontwikkeling van het grenspark Groot-Saaftingen, waar 11 Vlaamse en Nederlandse partners samenwerken om de landbouw, haven en natuur in deze grensregio verder te ontwikkelen. Of het opzetten van de zogeheten grensloze school, zodat onderwijsvoorzieningen aan beide kanten van de grens behouden blijven. We hebben concrete grensbelemmeringen kunnen wegwerken en dat is echt iets om blij van te worden. En mijn ervaring is ook, hoe meer er wordt samengewerkt over de grens, hoe groter de behoefte wordt aan het opruimen van die grensbelemmeringen. Goede randvoorwaarden en informatievoorziening. In dat opzicht zijn de grensinformatiepunten een belangrijk succes. De financiering ervoor hebben we inmiddels langjarig geregeld. Een andere mijlpaal waar ik trots op ben, is de introductie van de zogeheten grenseffectentoets. En deze toets moet er in Den Haag voor zorgen dat nieuw beleid en regelgeving voor de grensregio, voordat dit praktijk is, getoetst wordt op onbedoelde effecten, als die er zouden zijn. En tot slot van het rondje goede nieuws wil ik niet onvermeld laten dat een belangrijke randvoorwaarde om samen te werken de governance vormt. Oftewel, hoe organiseren we structureel overleg tussen alle partners in de grensoverschrijdende samenwerking. En deze governance met de buurlanden is de afgelopen jaren vernieuwd en werpt inmiddels haar vruchten af. Want de partijen weten elkaar te vinden, gaan met elkaar in gesprek over actuele vraagstukken en werken concreet samen aan agenda's. En corona heeft ons laten zien hoe belangrijk dit is geweest. Het was de basis waarop we snel konden schakelen. En dat was weer de reden waarom we bijvoorbeeld met Duitsland de grens wisten open te houden en met België snel tot een vignet voor grenswerkers konden komen. En dit is essentieel voor mensen in de grensregio's. Kortom, er is veel bereikt. De aandacht voor de kansen die er liggen in de grensregio's is ook gegroeid. Er is momentum. Het onderwerp staat op de agenda. Maar, zoals ik al zei, ik kom u ook slecht nieuws brengen. Nou, slecht. Iets minder goed nieuws. Want grenzen zijn hardnekkig. Grensoverschrijdende samenwerking blijft taaie kost. En veel grensoverschrijdend potentieel blijft nog altijd onvoldoende benut.
In de afgelopen jaren zijn daarbij ook nieuwe onderwerpen op de agenda verschenen. Zo wordt de noodzaak om grensoverschrijdend op te trekken op het gebied van energietransitie, gebiedsontwikkeling, leefomgeving, klimaat en circulaire economie steeds groter. En door corona en de recente overstromingen staan onderwerpen als grensoverschrijdend crisismanagement, hulpverlening en thuiswerken, waarover u vandaag ook heeft gesproken, terecht hoog op de agenda. Er moet kortom echt een schep bovenop. Dat betekent dat we ook goed moeten nadenken over een meer op de opgave gerichte governance om sneller en effectiever besluiten te kunnen nemen. Daarom is het ook zo belangrijk dat de adviezen van de bestuurlijke werkgroep Donner-Berks, waarover u vanochtend al bent bijgepraat, echt geïmplementeerd gaat worden aan beide zijden van de grens. Dat is niet alleen in het belang van de grensregio, van Limburg tot aan de Scheldemond, maar ook in het nationale belang van Nederland en België. Bottom line is dat Den Haag de grensgebieden net zo hard nodig heeft als de grensgebieden Den Haag nodig hebben. Den Haag zal steeds meer gaan inzien dat grensregio's niet marginale aan de rand van het land gelegen gebieden zijn, maar gebieden waar het barst van de toekomstperspectieven. Gebieden waar tal van start-ups en innovatieve bedrijven gevestigd zijn. Gebieden waar we nieuwe wegen kunnen inslaan en kunnen werken aan de oplossingen van de toekomst. En gebieden waar bedrijven optimaal kunnen profiteren van de nabijheid van grote afzetmarkten aan de andere kant van de grens en in de rest van Europa. In de grensregio's op hun beurt zullen de inspanningen van de afgelopen jaren ook de komende periode gecontinueerd, benut en verder uitgebouwd moeten worden. Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren heb ik daar in ieder geval alle vertrouwen in en reken ik daarbij ook op uw medewerking. Dank u wel. Nou, Frans Wekers, dat was inderdaad bij monden van Raymond Knops een mooie opsomming van de zaken die goed gaan, die al gerealiseerd zijn, die al nu goed in gang zijn gezet. Had daar ook de andere kant van de medaille, dat het potjandorie hardnekkig is en taai. En dan moet een schepje bovenop. En dan wil ik toch eens graag met u gaan verkennen, wat kan de Benelux daarin betekenen? Want voordat we nou weer nieuwe zaken gaan optuigen, gebruiken we eigenlijk al wel wat er misschien in de basis al ligt? Ja, ik denk dat er heel veel gebruik gemaakt kan worden van het Benelux instrumentarium en het Benelux platform dat al meer dan 75 jaar functioneert. En wat de bakermat is ook van Schengen, dus het vrij verkeer van personen, binnen de Benelux zijn als eerste de grenspalen weggehaald, de slagbomen bij de grens. In de Benelux is de douane-unie voor het eerst vormgegeven en laat de interne markt. Dingen die we in Europa allemaal vanzelfsprekend zijn gaan vinden. We zijn bijna vergeten wat de oorsprong was, hè, bij wijze van. Ja, absoluut. Dus soms nog, wordt nog wel eens gekscherend gezegd, Benelux, dat is het best bewaarde geheim van Brussel. En ik ben blij dat we het weer opnieuw in de etalage kunnen zetten. Maar niet alleen in de etalage, maar vooral ook verder gaan gebruiken voor de uitdagingen waar dat we voor staan. Ja, maar hoe dan? Want neem ons dan mee. Wat was dan zo lang verborgen? Wat hebben we gemist? Nou, Benelux kende een eigenstandig instrumentarium. Laat ik beginnen met te zeggen, wat is de Benelux? Uiteindelijk is dat het samenwerkingsverband, Benelux-Unie, samenwerkingsverband tussen de regeringen van Nederland, België en Luxemburg. Dus het is intergouvernementele samenwerking en dat betekent dat als je zaken wil oppakken, dan zullen de landen het met elkaar eens moeten zijn. Dus dat betekent dat je met elkaar het eens moet zijn over wat gaan we met elkaar doen? Welke problemen gaan we aanpakken? Welke uitdagingen gaan we aan? Daar maken wij elk jaar een jaarplan voor binnen de Benelux. En wat wordt geaccordeerd eind volgende maand of midden volgende maand ook door de ministers van Buitenlandse Zaken. En we hebben een eigen instrumentarium. En als ik op dat instrumentarium mag ingaan, we hebben de mogelijkheid om het sluiten om verdragen te maken met elkaar. Onlangs hebben we nog een verdrag gemaakt om diploma's, bachelor, masters, niet alleen binnen de Benelux van elkaar te erkennen, automatisch te erkennen, maar hebben we dat ook uitgebreid met de Baltische landen. Nou, de rest van Europa kijkt eigenlijk jaloers toe dat wij dit met elkaar hebben geregeld. Nou, dat is 2 maanden geleden gebeurd. Dus we kunnen verdragen maken. Politieverdrag, dat ligt op dit moment in het parlement ter goedkeuring. Ja. Maar we kunnen ook beschikkingen maken en we kunnen ook een grensoverschrijdende regionale samenwerking organiseren en faciliteren. Ja. Maar ik wil heel goed, maar ik wil toch even terug naar het eerste wat u zei. We moeten wel het als landen met elkaar eens zijn wat wij willen. Zei u, hè? Dat klopt. En daar dus wat agenderen wij?
Is dat, hè, met andere woorden? Absoluut. En daar zit de taaiheid, daar zit de taaiheid in die Raymond Knops zojuist aankaartte. Want voor mij als buitenstaander en deze hele dag overziend, zou ik me wel wat agendapunten kunnen voorstellen waarvan regeringen het eens kunnen zijn, dat is wat we willen agenderen. Maar dat is dus hardnekkig om dus de gezamenlijke wil te hebben. Ja, en vaak bestaat er wel een zeker wil natuurlijk om problemen op te lossen. Maar zitten de hoofdsteden toch wat vast in hun eigen systeem? Bijvoorbeeld het eigen systeem van sociale zekerheid. Bijvoorbeeld het eigen belastingssysteem. Bijvoorbeeld het eigen systeem hoe we met geluidsnormering of met andere overlast omgaan. En op bepaalde terreinen heeft de Benelux ook al geregeld dat je dat grensoverschrijdend goed kunt aanpakken. Ik noem een voorbeeld. Bij Maastricht ligt een bedrijventerrein, Albert Knoop. Dat ligt deels in Nederland, deels in België. En daar was een probleem met geluidszonering. Dus eigenlijk gewoon in België had men andere normen dan in Nederland. En dus de een had last. Ja. En wat is daar gedaan? Dat is een paar jaar geleden geregeld. Is er een Benelux-beschikking gemaakt om te zorgen dat binnen dat gebied van het bedrijventerrein slechts één regeling geldt. Die wijkt wat af van de Nederlandse, die wijkt wat af van de Belgische, maar dat is eigenlijk die grensoverschrijdende regeling specifiek voor de Albertknoop. Ja. Dus, beschikkingen... dus er is geen nieuwe regeling gekomen, er is gewoon voor die specifieke situatie afgeweken van het bestaande. Zo is het. En daarom vond ik... Daarom vond ik de adviezen van Donner vanochtend ook zo interessant. Dat hij zegt van ja, je zou eigenlijk een soort... Je zou eigenlijk in de wet een afwijkingsmogelijkheid moeten hebben voor grensoverschrijdende uitdagingen. En dan zouden we als Benelux-Unie daar hele specifieke beschikkingen voor kunnen maken. Die hoeven maar afgetekend te worden door de betrokken ministers van de diverse landen. En dan heb je binnen een hele korte tijd heb je iets geregeld. Maar het staat of valt met de politieke wil en de wil vanuit de landen, vanuit de departementen, om dat ook op te lossen. Ja, het is er, maar we moeten die wil mobiliseren. Maar hoe doen we dat? Hoe zorgen we ervoor dat we deze marsroute kunnen gaan volgen? Want hij lijkt het meest voor de hand liggend. Hij lijkt ook het snelst haast om regionale problemen op te lossen. Dus hoe krijgen we die wil, hoe krijgen we dat commitment in die hoofdsteden? Dat begint natuurlijk met het hoog op de agenda te plaatsen. En daarom ben ik ook zo blij met de niet aflatende inzet ook van Raymond Knops de afgelopen jaren om de grensoverschrijdende samenwerking op de agenda te plaatsen. Dat het feit dat, op een gegeven moment is er een werkgroep, een stuurgroep ingericht, Donner Berks, die een aantal zaken in kaart heeft gebracht. We zijn natuurlijk altijd goed om, als er een probleem is, om daar een commissie voor in te stellen. Nou, deze commissie heeft een tweetal adviezen afgescheiden. En wat mij betreft wordt het nu aangepakt en wordt het ook op de agenda geplaatst van de ministerraad. Komt er aandacht voor in de Tweede Kamer, maar dus niet alleen in Nederland. Ook in België bij de diverse regeringen. Want we hebben niet alleen te maken met de Belgische federale regering, maar uiteraard ook met de Vlaamse regering, met de parlementen die hier iets over te zeggen hebben. En ik zou zeggen, agenderen. En een ander advies dat Donner heeft meegegeven is, zorg voor de juiste expertise. En daarvan zou ik ook willen zeggen, in Brussel op ons kantoor hebben we Nederlanders, Belgen en Luxemburgers bij elkaar zitten. Die samen met experts uit de diverse ministeries ook hele concrete problemen oplossen. Dus we moeten niet iets nieuws gaan verzinnen. We moeten gebruik maken wat er is. Maar wel mobiliseren en agenderen. En die politieke doorzettingsmacht nu gaan regelen. Ik zie een hele grote taak voor de adjunct-secretaris-generaal van de Benelux-Unie. Ja, maar die kan het. Die bruist van energie en wil graag de hoofdsteden af. En ik ga ook de hoofdsteden af. En ook de diverse ministeries. Maar uiteindelijk staat het of valt het bij de wil van alle drie de landen. Juist. En met alle regeringen ook in België. Uiteraard. Even, we gaan zo naar Jacqueline. Want ik denk dat er best wel vragen en opmerkingen binnen zijn gekomen. Maar even heel kort, tot slot. We hebben het nu natuurlijk even heel specifiek over Benelux. Maar de relatie, de verhouding tot Duitsland in deze. Dat is het mooie.
In 2012 is er een nieuw Benelux-verdrag gekomen. Toen is de opening gecreëerd richting Duitsland, maar ook richting Frankrijk. Voor België, Luxemburg is Frankrijk natuurlijk erg belangrijk. Voor Nederland is Duitsland heel erg belangrijk als buurland. Dus er is een opening gecreëerd in het verdrag om zaken ook met Duitsland samen te doen. En we hebben ook op regelmatige basis hebben wij overleg met de regering van Noord-Rijn-Westfalen. En er zit ook ambtenaar van de regering van Noord-Rijn-Westfalen bij ons in Brussel in het Beneluxhuis. Ja. Dus die relatie die ligt er. Wij komen ook op elkaars bijeenkomsten. En ik zou zeggen, als wij bepaalde thema's hebben waar niet alleen de Benelux-landen, maar ook Duitsland, of bijvoorbeeld alleen Nederland, België en Duitsland samen iets zouden kunnen doen, wij zetten onze mensen en ons instrumentarium graag ter beschikking. En het Beneluxhuis is een neutraal terrein. Ja. Wij bedrijven zelf geen politiek. We hebben geen voorkeuren voor de een of voor het ander. Dus het is ook een heel veilig terrein voor de verschillende landen om samen te werken. De deur staat open. Zo is dat. Van het Beneluxhuis in Brussel. Hartstikke goed. We gaan eens even horen bij Jacqueline de Groot. Want Jacqueline, zijn er reacties? Zijn er vragen? Ja, men is volledig weer actief geworden. Dus de kleine stilte die is voorbij. Er zijn zeer veel reacties binnengekomen in die zin. Ik wil toch als eerste nog even de oproep van Annemarie Pentestraker terughalen. Die aangeeft dat er toch ook aandacht wordt gevraagd op Europees niveau. En dan krijg ik een reactie van de Europese Commissie. Er is op Europees niveau al van alles gedaan. Ook het European Cross-Border Mechanism is ingezet. Maar met name de lidstaten zullen daar ook actie in moeten ondernemen en daarover moeten gaan praten met elkaar. En de lidstaten zullen verdragen met elkaar moeten gaan maken. Want anders kan de Europese Commissie daar niet zoveel mee. Vond ik op zich een hele terechte opmerking om dat even naar voren te brengen. Daarnaast is een duidelijke oproep gekomen om niet nieuwe crisisorganisaties in het leven te roepen, maar gebruik te maken van de al reeds bestaande organisaties. En dan met name aandacht te vestigen op veel meer samen en beter opleiden, gezamenlijk oefenen. Franse Wekers noemde dat ook al, gezamenlijke integraal coördinatie. Maar ook sturen. Ook sturen vanuit het verantwoordelijke orgaan als het Openbaar Ministerie. En dus de multilevel governance in praktijk brengen. Dat zijn echt, er zijn verschillende reacties binnengekomen en allemaal gaan die over. Maak gebruik van wat er is. Zorg ervoor dat de nationale lidstaten ook niet dwars door een regionale afspraken op het niveau van de burgers daar in crisissituaties overheen gaan. Maar maak juist gebruik van hetgeen wat er al gebeurt. Dat is even voor de eerste reactie. Er komt dadelijk nog meer. Nou ja, nee, laat het nu maar meteen komen. Want ik zie Sander al klaarstaan met de laatste gasten. Dus als er nog een specifieke vraag is, misschien voor Frans Wekers, dan laten we er maar meteen in komen, Jacqueline. Nou, dan ga ik toch even de laatste opmerking ook meegeven. Dat is veel minder middelen in gaan zetten op steeds meer informatieambtenaren. Maar juist veel meer op directe communicatie ook richting de burger. En compenserende middelen waar je ook als echte grensbewoners wat aan kunt hebben. Nou. Zo fijn dat u zo meepraat en meedenkt. Want het wordt allemaal goed. Verslag wordt ervan gedaan. Het wordt allemaal bewaard. Dus reuze dank voor uw interactie. Ja, en Frans Wekers, dank voor deze goede uiteenzetting. Wat de Benelux wel niet vermag. Wat we, als we niet uitkijken, bijna zouden vergeten. Maar laten we dat echt naar boven halen en dat Beneluxhuis bezoeken en in gezamenlijkheid ervoor zorgen dat alles wat wij vandaag in grote ambities hebben uitgesproken ook via die weg kunnen gaan waarmaken. Dus dank voor je komst. Dankjewel. En ik denk dat de uitsmijter van Jacqueline om ook veel meer rechtstreeks met de burger te communiceren, dat ook wel een punt is die ik mee moet nemen naar Brussel. Want mensen moeten het ook zien te vinden.